De Marokkanen zorgen alleen voor ellende. Het zijn niet nuttig, ze kunnen niks. Weg uit ons land. Wie is er voor minder Marokkanen? Het is toch niet normaal wat hij allemaal zegt? Dat zo iemand aan de macht is. Ik wil niet weg uit Nederland, jij? Och joh, jongens, laat die mama lekker kletsen. Het gaat wel weer over. U heeft makkelijk praten. U maakt het niet dagelijks mee. Hij heeft gelijk. U heeft nog nooit gehoord dat u moet oprotten. U bent nooit ergens geweigerd. Altijd als er een politicus is langs geweest, is het altijd zo'n drama. Het zal allemaal wel loslopen. Hey, kijk hoe ze eruit zien, joh. Dat ziet er toch niet uit. Nou, kijk hoe ze erbij lopen dan met die kleedjes onder hun armen. Ja, dat kan echt niet. Jullie zien er echt lelijk uit. Echt lelijk. Ja, jullie zijn echt vies racistisch. Laat ze maar. Lelijke kleding! Dat is ook niet leuk als wij buiten. Ja. We werden net gediscrimineerd. Door 3 kinderen. Oh, wat erg. Ja, ze zei zo, kijk hoe jullie erbij lopen. Echt niet. Het lijkt wel alsof het steeds erger wordt met al dat gediscrimineerd. En we moeten iets doen. Ik heb een idee. Oh, wat dan? We kunnen een club oprichten voor kinderrechten. Oh, over geloof en vrijheid. Dat is ik weet hoe die zou kunnen noemen. Hoe kunnen Vrede we dat? Voor Free Club. Oh, goed idee. Goed idee. Ja, dat is echt een vet goed idee. We zijn tegen oorlog. En ja, oorlog kost alleen maar geld en vrede is gratis. En nee, daar heb je tenminste geen wapens voor nodig. Een Vrede voor Free Club, dat vind ik een goede naam. Vrede voor Free Club! De kinderen van de Vrede voor Free Club gaan hard op zoek naar voorbeelden van strijders tegen discriminatie. Dit is een foto van Nelson Mandela. Ja, en hij had volgens mij ook heel veel te maken met vrede en zo. Ja, maar Gandhi is hij had toch iets te maken over vrede en hij is doodgeschoten. Ja, en hier is Martin Luther King en hij was toch over iets dat hij een droom had. I have a dream. Dat is toch Mahatma Gandhi. Wat staat daar nou eigenlijk? Iets met vriendelijkheid en geloof. Ja, mooi hè. Wanneer je boos bent, kun je beter zo zijn, zegt profeet Mohammed. Ja, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk in. Deze boek gaat over helden. Jongens, luister even mee, we gaan even pauze houden. De kinderen zitten zo vol met informatie en ideeën dat ze rust nodig hebben. Mensen moeten elkaars geloof respecteren. We discrimineren elkaars geloof niet. Als iemand een ander geloof heeft, zijn ze allebei mens. En dat iedereen vrienden is. Iedereen heeft hart voor elkaar. Iedereen kan een steentje bijdragen aan een vreedzame wereld. Iedereen heeft zijn eigen geloof. Elkaar leren kennen, elkaar ontmoeten. Meer vertellen tegen elkaar. Dat niemand om zijn geloof wordt buitengesloten of uitgescholden en dat iedereen vrienden kan zijn. De sleutel van de vrede moet je zoeken. En die is dichterbij dan je denkt. Wat had ik een rare droom? Wat is dit een rare droom? Ik had zo'n rare droom, jullie ook? Ja. Ik droomde over een man. Zij over de sleutel en het wordt vrede. Ja, ik ook. Kijk, oma, ik heb een envelop. Hebben jullie dat al? Ik ook. Kijk, misschien moeten we in elkaar zetten. Misschien moeten we gaan bouwen. We hebben een briefje. Misschien moeten we de puzzelstukjes bij elkaar leggen. Ja, oké. Dit lijkt wel een stukje bij. Hé, wacht. Hé, maar we missen nog een stuk. Het lijkt wel hard. Ja, zie je dat? Hè? Wat zou dat nou weer betekenen? In onze droom werden gezegd over de sleutel en vrede. Misschien heeft dat iets mee te maken met het stukje. Ja, het is een stukje van een hart. Misschien zou het daarmee iets te maken hebben. Zou de sleutel misschien ons hart zijn? Ja! Ja!